Het is eerste paasdag. Iedereen is vrij van zijn of haar werk. En familiebezoekjes staan hoog op het lijstje tijdens de paasdagen. Het voelt soms een beetje als kerstmis. Eten. Veel eten. Uitgebreid ontbijt. Uitgebreide lunch. En, je raadt het al, een uitgebreid diner met de familie. Tussen al het eten door hebben we zo onze tradities: paaseitjes verstoppen en zoeken in de tuin, eieren beschilderen en spelletjes spelen. Die chocoladepaashazen, vooral die met de gouden verpakking, vind ik zo lekker. Terug naar die ene dag. Eerste Paasdag 2023. We zaten met de familie aan tafel: mijn twee broers, hun vrouwen en kinderen, mijn ouders en mijn vriend. Opeens ging de bel. Wie kon dat nou zijn? Mijn vader ging naar de voordeur terwijl wij verder aten. Even later kwam hij terug met de buurman. De buurman had zijn familie uitgenodigd om te komen eten. Er was niemand op dagen. Natuurlijk was hij bij ons welkom en kreeg hij een plekje aan tafel. Even later ging weer de bel. Weer ging mijn vader naar de deur en kwam even later terug, nu met een mand vol eieren. Hoe kom je daar nou aan? vroeg mijn moeder. Het stond voor de deur, misschien van de overburen, die hebben toch kippen? antwoordde mijn vader. En niets vermoedend gingen we door met tafelen. We hadden wijn, brood, groenten, vlees alles wat je maar kon wensen. En zoals altijd: als mijn moeder kookt, smaakt het lekkerder dan thuis. Even later ging de telefoon van mijn moeder. Het was haar zus, mijn tante. We hadden haar ook uitgenodigd, omdat ze deze Paase alleen zou zijn, maar dat had ze niet nodig gevonden. Nu zat ze alleen thuis en wilde ze toch graag langskomen. Mijn moeder antwoordde enthousiast en liefdevol dat ze meteen hierheen mocht komen en kon aanschuiven. Mijn tante kwam even later binnen met je raadt het nooit in goud gewikkelde paashazen. We kregen er allemaal één. Alsof ze dit al gepland had. Ik kon niet wachten om te proeven. De tafel werd steeds voller, maar ook gezelliger. Het was eindelijk tijd voor het toetje. Iedereen hielp de tafel afruimen. En toen kwam er een zelfgebakken taart van mijn moeder op tafel met heerlijke vanille-ijs. Mijn favoriete toetje. Het was gezellig. En morgen stond er nog zo'n gezellige dag op de planning. En heeft mijn chocoladepaashaas twee oren minder. Fijne Pasen allemaal? En ik help jullie even uit de droom. Wij Nederlanders zijn eigenlijk stiekem niet zo gastvrij. Komt er onverwachts bezoek dat plotseling wil mee eten? Oh nee, daar schrikken we van! We hebben niks in huis. Bel je de volgende keer even. Wil je de tekst nog eens rustig nalezen? Klik op de gratis link in de beschrijving en download het verhaal in PDF. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.